Shannon Paul, jongen. Ik ben zo strak met Shannon Paul, hè. Zo. We hebben, ja, het is een beetje een bijzonder moment, omdat er geen gast is, mogen wij één groot zwaar object uit het raam gooien. Dus zometeen komt Tjibbe langs. Ah, die gaat meer zo schijnig. Ja, die vliegt zo omhoog. Die wappert zo. Die wappert. Een wappertje is het. Nee hoor, we gaan het is een computer waarvan nooit iets gedelete is. Hij is enorm zwaar. Wij denken uit begin jaren 80. Ik denk dat alle privékiekjes van Gaddafi er nog op staan. Ik denk het ook. En ik denk dat de slagboom vanzelf omhoog gaat. Ja. Prima. Maar, als ik meegehelp, wie drukt dan op de uit het ram? Zullen we dat proberen? Tjibbe. Jij op een knop drukken, Tjibbe. Laatste keer dat je dat deed, twee doden. Kinderbijslag kon worden aangebracht. Auto spelen. Jezus, is dit krenkzwaar. En die computer ook. Laat het samen doen. Is dit zo, hè? De microfoon doet het ook. Ah, kijk. Dit is heel mooi symbolisch. Mensen en ik gaan het ding uit het raam gooien. Oh, niet meer aan het doen. Rob, waar ben je? Pak hem weer. Henning Vars. Ja, sorry. Kenny. Ja, 1, 2, 3. Ja! Oh, dat komt er ook uit! En ook even de computer, hè? Zeg, hoe is het met jou? Oh, dit was helemaal warm weer aan het gooien. We hebben het gemeten ook. Ja, en de geluid ook meteen. We hebben eventjes de pijlstok erin gekocht. Ik kan er droog in wandelen in dat. Jullie hebben samengegooid en jullie staan op een gedeelde derde plaats. Ah, kijk. Met John Williams met 123 dB. Nou, hè? Dat is hard hoor. Ja, dat is waar. Okay. Maar zag je dat rookpluimpje uit het apparaat? Ja, er kwam echt rook uit, hè? Ja. Ik denk dat er zelfs een klein nestje boekjes ik denk dat daar de vuil van Van Kalmen ook. Ik heb er geen spijt van. Nee. Weird.